Is het Silla die weggestuurd wordt? Maar Silla stuit uiteindelijk op doelman Wilco de Vocht. En zo zijn er kansen genoeg voor beide ploegen. Maar blijft het doelpunt achterwege. Uiteindelijk is het daar het wegwerken van Ivo van Engelen. Reveld. Wat kan MVV dan nog? Misschien de eer redden. Het paasje van Silla. Het is invaller Dilallo. Dilallo legt terug en daar, zoals altijd, aan het einde van de aanval Günther Thibaut. Hij pakt zijn doelpuntje mee. Het is zijn 17e treffer van dit seizoen voor de topscorer. Maar het is een heel klein pleistertje op de diepe wond die Topos verzorgt richting MVV. Een tegen 10 spelen. Dan krijgt MVV nog meer kansen. Dit is Thibaut naar top. Pats! Op de lat spat hij uiteen. Maar helaas niet de 2 tegen 0. Het was zo mooi geweest voor deze topscorer van de Jupiler League. Simmelink. Oh, die leidt balverlies. En dus is daar Thibaut met de 2-1. Hij speelt een perfecte wedstrijd tot aan dit moment. Kevin Simmelink, de debutant in de basis. Maar dan verspeelt hij op knullige wijze onderdrukt de bal. En wie anders dan Günther Thibaut brengt MVV terug in de wedstrijd via zijn 18e treffer van dit seizoen. Ja, zuur. Volendam MVV geen winnaar heeft opgeleverd. Gomez. Dat is precies op tijd gestart, op precies op tijd gegeven. Thibaut kiest positie, daar is hij dan. En Verhoeven stond goed op te letten. En op het half uur was daar de topscorer van de Jupiler League voor het eerst prominent in beeld. Stroep met de voorzet. Thibaut in de draai. Oh! Mooi geplaatste bal. Stijlvolle redding ook van Triebel. Van Briesink. Dit is Haastroep, de verdediger die mee opgekomen is. En Haastroep krijgt die bal terug. Haastroep. En daar is wel heel vroeg de openingstreffer. MVV komt vroeg in de wedstrijd op voorsprong door de Duitse verdediger Philip Haastroep. Zijn derde goal van dit seizoen. Maar die combinatie met Thibaut is wel heel simpel. En doelman Mampai is volstrekt. De vrije trap van Gomez. En Thibaut die hem kan verlengen en hem heel knap verlengt. En het is 1-0 voor MVV. Heerlijk open. Het is een vertrouwde opstelling. Er is dus ook gewoon weer een basisplaats voor Damen. De middenvelder speelde in het verleden 4 seizoenen voor tegenstander Fortuna. Maar speelt vanavond dus een 50ste duel in het shirt van MVV. De rest hoort hij van Vincent Schildkamp. De vrije trap van Gomez. En Thibaut die hem kan verlengen en hem heel knap verlengt. En het is 1-0 voor MVV. Heerlijke opening voor zowel Thibaut als MVV. Met beide loopt het al weken stroef. Vrij schop van Gomez. En die bal wordt zeer knap verlengd door de topscorer van MVV. Opnieuw de bezoekers uit Maastricht. Toch wel geschrokken bij Fortuna van die vroege goal van Thibaut. Daar is Thibaut opnieuw en die knikt hem nu in de lange hoek. En het is 2-0. Nog binnen het kwartier. Enorme verrassing. Fortuna dat zo goed draaide de laatste weken. En MVV draaide dus helemaal niet. Maar die ploeg, het elftal van Maaskant, staat nu op 2-0. In die voor Limburg zo belangrijke wedstrijd tussen Sittard en Maastricht. Thibaut ongedekt door Op den Kamp. Laat Christian de kans lopen in de defensie van Fortuna. Heerlijke knal van Van Boksel. En dan is het 4-0 in de 32e minuut. Een heerlijke avond voor de 1100 meegereisde supporters voorkomen. Het is een onvoorstelbare tussenstand in Sittard, gezien de vorm van beide ploegen in de laatste weken. Een MVV combineert vrolijk verder. Nog in de eerste helft. Het is de 39e minuut. Nu veel vrijheid voor Vermast. En de Belg zet MVV op 5. Het gaat niet over mij natuurlijk, het gaat over de ploeg en over de club. En over supporters natuurlijk. Het was schitterend dat we vandaag zo'n revanche kunnen nemen voor de mindere periode. Maar ja, mindere periode. We hadden op Go Ahead kunnen gaan winnen, op Volendam moeten winnen. Op Den Bosch hadden we kunnen winnen. We hebben echt wel pech gehad ook. Als je ziet vandaag met hoeveel ze hier weer zijn en wat voor een sfeer dat ze brengen.
Ja, dan is het fantastisch. Dan ja, een schitterende club natuurlijk. Ja, maar het is een beetje afgezaagd, hoe zou ik het zeggen. Buiten vorige match heb ik twee grote kansen gemist, maar de match ervoor schoor ik ook thuis. En wordt hij twee keer onterecht afgekeurd. Zie je op de beeld dat ik geen offside sta. Dan zegt iedereen, ja, hij staat droog, terwijl je toch wel twee mooie goals hebt gemaakt. Dus, maar oké, ja, het spijtige daaraan was eigenlijk dat je geen punten pakt ermee. Want als die goals werden goedgekeurd, dan pakten we ook punten. En waren we in een iets rustigere situatie misschien. ...zien te bedwingen om het uitzicht op de gewenste vijfde plek niet te verliezen. Vrijdagavond in de Geuselt, MVV FCM. Ingooi dan aan MVV-zijde. Doorkoppen en hier Gunter Thibaut die het doelpunt maakt. 2-1. Mooi gezien van de Belg. Met de rug naar het 1. Mooi gezien van de Belg. Met de rug naar het doel en toch voldoende overzicht. Het doorkoppen hier van Boksel en doelman Danis staat aan de grond genageld en ziet de bal achter zich in het doel verdwijnen. Vijf teams komt, dan heb je voordeel in de volgende ronde van die play-offs, want de eerste ronde heb je dan vrij. Maar MVV gaat vrolijk verder. Hier is het van Boksel met 2-1 in de 56e minuut. Prima doelpunt. En dan lijkt de ban van Eindhoven gebroken. Althans, zo lijkt het, want de gasten geven nog eens gas. Maar dit schot gaat voorlangs het doel van Koroglu, die nog steeds van de ban vervangt. Nog steeds 2-1 dus in het voordeel van de Maastrichtenaren. Volgende aanval dient zich aan. Staat Tobiasse daar helemaal voor in als verdediger. En Tobiasse gaat hier ook nog eens de 3-1 scoren. 78e minuut. MVV zit op roze. De Geuselt tevreden. Publiek tevreden. En MVV gaat door. Het zou ook nog de 4-1 scoren. Thibaut pikt zijn doelpuntje ook nog mee. 4-1 zou ook de eindstand zijn. En om maar aan te geven hoe goed MVV de laatste weken is. De ploeg scoorde maar liefst 17 keer uit de laatste 4 duels. En jaar kampioen en derde krijgt met Waasland een serieuze waardemeter voorgeschoteld. Maar Dender is versterkt met bijvoorbeeld Gunter Thibaut, vorig seizoen nog bij Zulte Waregem. En voor een Duitse tussenstop, in een vorig leven zeg maar, ook nog bij Dender Leeuw. En het is Thibaut die meteen de score opent. Een stevige kopbal voorbij Hofman. 1-0 na 10 minuten. 6 minuten na de stip. Thibaut van op 11 meter. 2-2. Dender zit terug in de wedstrijd. Maar die hoop wordt een lange bal naar voren op het hoofd van de Petter. De rebound is voor Thibaut en die maakt zijn derde van de avond. 4-3 is de eindstand. Het is dus Dender dat na een zinderende slotfase verder bekert. Stuntelt en Roel van Hemert gaat met de bal aan de haal. Gemeten voorzet op Gunter Thibaut en die kan makkelijk scoren. 0-1 voor FCV Dender, ideaal zo vlak voor de rust. Daar beginnen we deze score op maandag mee. In de tweede klasse viel leider Dender alweer op de voorbije speeldag. Rode Lantaarn Ronse werd verslagen met maar liefst 6-0. Gunter Thibaut had een aandeel in de zege met 2 doelpunten. Stefan Overstraten zette een hele wedstrijd een volgspot op hem. Ondertussen weet ik het ook wel. Spits is nog altijd afhankelijk van de ballen die hij krijgt. En van hoe dat de ploeg draait. En ja, hoe dat ze nu draait is natuurlijk wel heel plezant voor de spitsen om te spelen. En ik moet zeggen, Van Geem bijvoorbeeld naast mij knapt natuurlijk ook wel een ganse hoop vuil werk op voor mij. Dat moet ik toch wel even zeggen.